Ik ben Emke Snoep. Ik heb een eigen zaak in de smartphone tablet reparatie. Nou, ik hoop echt duidelijke tips te krijgen eigenlijk bij het financieel gedeelte van mijn personeelbeleid eigenlijk. Welkom. Dankjewel. Ik zie op je shirt de Smart Tab. Ja, ik ben 5 jaar geleden begonnen met Smart Tab. Of in ieder geval met mijn bedrijf. Mm-hmm. Voornamelijk omdat ik zelf een keer mijn iPhone liet vallen. En toen de tijd nog niet echt snel een plek kon vinden waar ik mijn iPhone kon laten maken bijvoorbeeld. En zo zijn we nu, 5 jaar later zitten we nu ook met 8 man personeel. Groeien we hard. Ja, zeker. Mooi om te horen hoe jullie dat hadden gedaan. Ja. En, inmiddels met 500 man personeel zitten. Ja. In het begin heb je natuurlijk niet zo heel veel geld, hè? Dus dan ben je heel zuinig. Toch weer het geld die je verdient ook gelijk investeren. Hè? Personeel in dienst nemen, die kosten ook geld. Hè? Ja. Maar goed, als je ze niet in dienst neemt, kun je ook niks doen. Hè? Dus je moet er altijd een gok nemen. En in B moet je ook een hele goede selectieprocedure. Hè? Iedere keer als een medewerker vertrekt, vertrekt zijn geld ook mee. Inwerken voor mensen cultuur eigen maken binnen de organisatie, ja, dat kost gewoon heel veel tijd. Ja. Hè? Dus dat is heel belangrijk dat je dus zorgt dat er geen verloop is. Maar hebben jullie bijvoorbeeld op een gegeven moment dan gezegd van nou, we nemen een goede recruiter aan? Of nee, dat je zegt van, dat doen jullie echt dat zelf bijvoorbeeld selectief? Nieuw mensen. Dus als ik bijvoorbeeld morgen een nieuw object heb en ik heb 10 man nodig, dan gooi ik het in de groep. En dan gaan er mijn eigen mensen eigenlijk werven voor ons. Elke maand denk ik soms ook wel eens van zo, dat is best wel hoge kosten, personeels. Stukje. Dat zijn de meeste kosten, personeelskosten. Maar links of rechts, je kan het nooit alleen doen. Het bestaat niet. Hè. Dus je hebt altijd elke dag je mensen gewoon even nodig. En belangrijk is niet zozeer je kosten. Belangrijk om te zorgen is hoe hou ik ze aan het werk. De kracht is dus waar kun je dus efficiënties nog halen. Waar kun je de productiviteit van mensen verhogen. En hoe zorg je dat die mensen gewoon aan het werk zijn. En niet ziek zijn of niet gemotiveerd. Ja. Dus als je dat in staat dat om te kunnen bewerken stellen en monitoren, dan heb je eigenlijk al geld. Dat is gewoon geld. Dat zijn waarden. Ja, dat zijn gewoon waarden. Dus en als je op zich zegt ik wil groeien, maar ik heb nog niet de mogelijkheid om zeg maar veel meer mensen in te zetten, dan kan je gewoon met je eigen team dat ook bespreken natuurlijk. Zeg van hey, ik wil graag daar naartoe, maar ik heb jullie daarin nodig. Daarin moeten we daarom extra hard werken. En op het moment dat we die ruimte hebben, dan gaan we wel mensen aannemen. Dus je moet in eerste instantie ook met je team meekrijgen om daar te komen. Want misschien denken zij van hey, ik vind het eigenlijk al lang goed hoe we nu zitten. En wij hoeven niet zo graag door te groeien, ambities te hebben die jij hebt. Maar jij moet wel die mensen daarin meekrijgen. Dus vooral hun ook het gevoel geven, nou, ik heb jullie allemaal nodig om daar te komen. En als we daar zijn, kunnen we weer een beetje verlichting creëren. Het meeste wat ik meeneem eigenlijk voor morgen, om meteen morgen op de werkvloer weer toe te passen, is als wij zo meteen gaan uitbreiden, toch iemand heel erg speciaal te maken. Zij is echt op de goede weg bezig. En dat zie je ook gewoon doordat hij van 1 man naar 8 man is gegaan. Ja, ik zou hem graag willen blijven volgen en over 5 jaar weer met hem een kop koffie gaan drinken.